Good morning from Limburg. It's time to do a recovery ride because tomorrow it's time to race the Amstel Gold Race, one of my favorite races. Bike, which one is going to be for tomorrow? I think the climbing bike. The climbing, tomorrow. Eh? Yeah. Because a lot of hills tomorrow, like on the Gold Race. This bike is a lighter than the aero bike. And what's the gear that we're riding tomorrow? The gear tomorrow is 53 in the front, 36, and in the back we have 1130. Perfect. Let's have a close look. You're riding the reserve wheels. Yeah. So what's your advice for tire pressure? Tomorrow we ride in front 5.8 and 6.0 at the back on the Vittoria Tupus. Why are we riding with Vittoria Tupus? It's faster and it's a less roll resistance. So this is the bike for tomorrow. Getting ready. Your time actually, time is flying by when you're doing nothing. Yes. I watched the race. I watched Turkey, Tour of Turkey. Tour Valencia, time trial, and then day is over. Dan naar de teamdoelstellingen. We hebben gezegd we gaan voor het podium en de vraag is hoe gaan we dat dan doen? En mocht er uiteindelijk met een selecte groep naar de Kouwberg gereden, de laatste keer de Kouwberg worden gereden, dan verwacht ik eigenlijk dat ze vanaf de voet echt vol aangaan. Ja, dus dan verwacht ik één grote explosie. Nou ja, dan moet iedereen natuurlijk gewoon redden wat te proberen mee te zitten. Hè? Ja. Kijken hoe ver komen we. Ja. En dan kan het zelfs nog inderdaad van heel groot belang zijn om dan gewoon te blijven rijden. Hè? Afhankelijk van wie ervoor zit, maar als er één of twee los zijn en we zitten met meerdere daar net achter, ja, dan kun je eventueel die laatste 2 kilometer nog een gat dichten. Ja. So what are my expectations for tomorrow? Well, we do 7 laps and it will be very hard on because we will start here. It's the World Championships finish from a couple of years ago. Then we go downhill, we do the Geulemerberg, downhill again, Bemelenberg, and then downhill towards the Kouwberg. So it will be one big suffer fest for sure, and I think it will be dangerous for groups as well. So we have to be attentive from the start on. Tomorrow morning we start really early, 8:30 start. That means 5:30 we will have breakfast. So the alarm is like around 5:15. We still have to discuss danger. But for now I'm getting ready my numbers. We have 3. Because there are 2 for the race suit, and as you maybe saw in the previous races, we have the pockets, so that's really nice. So 2 numbers for here, and then the 3rd number is for a rain jacket. Suit's ready, everything's ready, bag's packed, and it's time for the evening snack, and then we go to bed. Alarm set 5:15, so see you tomorrow morning. There we go, 6:30, time to leave because it's race day.
Janus, all good? Goeie koersvoorbereiding. Koersvoorbereiding. 6:30 in the morning and Janus is busy with her casual shoes to get them white again. So, already set, aero suit on, body warmer. Wish us luck. Go get them, tigers! Jumbo Visma Women Team gaan hier het podium opkomen. En Marianne Vos leidt de weg van het zestal. Wie is erbij voor Jumbo Visma in Overkouwburg? In die Amstel Gold Race 2021, hier is ze, Marianne Vos van het team Jumbo Visma Women Team. Vandaag een schitterende, de hoogste treden plaatsnemen. Nogmaals een ovationeel applaus hier voor Marianne Vos, voor Dani Vollering en voor Annemiek van Vleuten, een compleet Nederlands podium. Yeah. Champagne zouden staan, maar ja, het is toch niet zo evident zoals dan de Belgen zouden zeggen. En ik heb vooral me gespaard, zo lang mogelijk. Een beetje gegokt op een aantal momenten. En dat hoort natuurlijk ook bij het wielrennen. Maar ook dankzij jullie me rustig kunnen houden en kon ik nog net dat sprintje nog net voldoende doen tot de streep. Dus, dank aan jullie allemaal en ik denk dat het een gezamenlijke overwinning is. Proost! Proost! Ik ben het